Man. Een dag in Blankenbergen. Die toeristen, daar worden zot van, hè? Juist, hè? Ja. Ik zeg altijd, een dag in Blankenbergen, dat is gelijk een avond op de Sinkse Voor. Alleen zijn de mensen hier de attractie zelf. Ja. Ja, maar ja, daarnet. Twee auto's laten wegslepen, hè? Die hadden zich midden op het rondpunt gezet. Die dachten zeker dat ze op paardenmolen zaten. En die toeristen tegenwoordig, met een hond, gewoon up op dat strand. Al gezien? Binnenkort zitten we hier niet meer met de Noordzeestrand, maar met de Noordzeestront. Ah. Ja, maar in het weekend is het nog veel erger, hè, mensen? Vorige week vrijdag met de combi op de kustbaan. Ik kom daar gewoon een spookrijder tegen. Ik zeg, up aan de kant, hè. Tok, tok op dat ruitje. Ik zeg, ah, wel, meneer. Je bent hier levensgevaarlijk bezig, hè. Waar gaat je naartoe? Die mens, die was ladderzat. Zo zegt hij. Ik zit op weg naar een feestje, maar ik denk dat ik trots ben, want ze keren allemaal al terug. Ja maar. Hey, zeg, je kunt niet streng genoeg zijn. Ik deel hier alle dagen boetes uit. Ze noemen mij niet voor niets Mil de krokodil. Ja, maar als ik bijt, dan bijt ik door. Ah. Moet je dat zien? Heb je dat gezien waar hij geparkeerd staat? Jammer. En het is weer een vrouw. Dat zijn de ergste, hè? Ah. Oh, hij doet een flutje. Is het tegen mij, meneer? Ziet u hier iemand anders, madame? Nee, madame. Zou zeggen, het zit hier vol. Ja. Nee, meneer, ik zie hier niemand anders. Hebt u dat plakkaat niet gezien, madame? Heb ik er hier een plakkaat? Ja, madame. Daar zijn. Een blauw plakkaat met zo'n rood kruis erdoor. Wat wil dat zeggen, madame? Een rood kruis? Is er hier een accident gebeurd? Nee, madame. Dat wil zeggen dat je hier niet mocht staan. En dus zeker niet mocht parkeren. Maar alleen, meneer, waar moet ik met een auto dan zitten? Een secondje. Ik wil er iets willen. Zeg. Ja, met Mil de krokodil. Ja. Ja. Nou moet eens van Antwerpen met de auto naar Blankenbergen komen zijn. Ja. Ville, kennen die tunnel? Werken, omlading, accidenten, dan komt hier overal poltjes. Ja. Dan rijd ik naar de markt, allemaal krommetjes, dan ga ik naar de parking vol zit. Ja. Zo gaat dat hier. Maar pas op. Ja. En dan met je hond moet die helemaal nergens niet komen, hè? Ja. Oh, ik zie hem daar staan met zijn knuppeltje. Ja. Oh. Ik heb al andere knuppels in mijn hand gehad. Godverd... En ze schieter kan hangt er ook aan. Dat zullen wel losse vlodders zijn, hè? Oh god, dat is een handvatje, ziet hoor. Ja. Daar stond hem naast, zit een blauwe geschelpte. Ja. Ja. Maar ik loop me niet doen. Zo. Wat zeggen ze? De politie is uw vriend, Tarare. Ja. Ik zei weg, ik kon een crème glas eten. Ja. La madame. Wat? Zeg, meneer, het is maar voor een minuutje, hè? Zeg. Dat is een minuutje te lang, madame. Zeg, meneer, ik zal eens iets zeggen, hè. Ik sta geparkeerd waar dat ik wil en ik blijf staan waar dat ik naast sta. Heb je dat goed verstaan? Denkt u? Ja. Zal ik laten zien waarom dat ze mij hier Mil de krokodil noemen, madame? Oh, ik zie hem hier staan, de krokodil. En zijn maar heel kalm, hè. Of ik mag van aansakos... La. Met de dag. Madameke, op uw woorden letten, want dat worden hier twee boetes, hè. Eén voor smaad aan de politie. Oh, smaad aan de politie. Godverdikke, denk jij misschien dat je meer zit dan een ander, of wat? Tut. Weet jij tegen wie dat je hier aan het klappen zit, madame?
En weet jij tegen wie dat jij aan het klappen bent, meneer? Want ik ken heel goed de maat van de bakker. Hè. En die broer is, en die zuster is getrouwd met een broer van de bakker. En die dochter die vraagt met de zoon van de burgemeester. Dat is wat anders. Hè. De burgemeester, dat is de burgemeester, madame. Ja, weet je. Allee, madame. Dat is wat anders, hè. Ja, madame. Zwaaien, zeg ik. Ja, ik zou eigenlijk liever... Zwaaien, zeg ik. Ja, madame. Ja, madame. Of ik zal u eens even aan het laten komen, wat je niet geren komt. Ja, ja, madame. Madame, mag ik uw uw pas, alstublieft? Wat zeg je nou, mijn pas? Ja. Die vangt zeker. Nou, denk jij toch niet dat ik om de eerste, de beste individu mijn pas kon geven? Nu. He, omdat gaan ze het willen weten... Hoe oud dat ik ben en waar dat ik woon, onbeschofterik. Sorry. Of zal ik je kamernummer eens rap opschrijven? Ja, maar nee, madame. Zwagen, zeg ik, als ik aan het klappen ben. Ja, madame. Harder. Ja, madame. Ja. Kom eens hier. Ja. Wat, hè? Oh, godverdomme, net ook. Pardon. Non te doen, net ook een nummer. 47 en 11. Ja. Ziet hem hier staan, de kolonie. Ja. Zal ik je kamernummer eens opschrijven? Ze weten dat. Ja, madame, mag ik dan ondertussen even vragen voor wat de... Wat ga je doen? Nee. Ik steek het weg. Nee. Geef dat eens hier. Ja, madame. Geef dat eens hier. Ja, madame. Voilà, ze. Je moet het al niet meer wegsteken. Rap dat op. Ja, madame. Harder. Ja, madame. Zal ik je kaas eens opschrijven? Zeg, kom maar. Ja, madame. Uw pas. Ja, mijn pas. Madame... Uw pas heb ik gezegd, voerde ik hem niet goed misschien? Ik heb hem niet bij. Och, hij heeft hem niet bij. Sorry, madame. Hij ziet er zo uit dat je niks bij hebt. Polisje van mijn voeten. Ja, madame. Lustig, hè, meneer? Ja, madame. Harder. Ah, ja, madame. Verenig je, zal ik het goed laten, hè. Dank u, madame. Maar pas op voor in het vervolg, hè. Milde krokodil. En dan maak het dat je weg bent. Ja, madame. Zo moeten dat doen, zeg. Wat denkt je nou? Met heel Blankenbergen, maar niet met mij, hè. En blijft de rest van de week hier maar staan, hè, madame. Voilà, zeg. Yes!